Iedereen vergeet de hoogste kerkelijke leider hier vandaag. Nee. Valt wel mee hoor. Ik heb niet te klagen over aandacht. De monseigneur. Ja. Prettig hè? Ja, enig. Enig. Een feest. Iedere avond een feest. Het klinkt als reclame, is het natuurlijk ook, maar het is echt iedere avond een feest. Het dak gaat eraf, het is zo dankbaar om te doen. Ik vind het enig. En als je van theater houdt en je houdt ook nog van glitter en glamour, nou als je zo mag eindigen, is dat toch geweldig, vind je? Begin gewoon keurig in het zwart, maar eindig zo. Gezegend, want ik heb, dat is mooi in dit verband met deze productie, maar ik vind het zo leuk wat ik doen mag en ik noem het ook echt doen mag, want het is een beetje een cadeautje. Is dat zo? Zo ziet u het? Ja, zo zie ik het. Ja, ik doe mijn stinkende best om het goed te doen, maar het is een cadeautje. Toen wij gingen monteren, bij de laatste doorloop ben ik uitgegleden en mijn enkel verzwikt. Ja. Ja, eventjes, maar het is goed gekomen. Wat dacht je toen? Wat zegt u? Wat dacht je toen? Ja, een lelijk woord. Dat begint met een F. Maar je zet echt een heel mooi, een heel leuk personage neer. Hè? Je hebt je er ongelooflijk mee geamuseerd, denk ik. Onwijs. Ik geniet volop elke avond, elk moment. Ja. Het is een feit dat, zoals Dolores ook zegt, jullie zijn echt een zusterbende geworden. Hè? Een zustergemeenschap. Ja, dat is ook echt hoor. We zijn ook echt met z'n allen. We hebben daar ook echt met z'n allen heel erg veel over gepraat. Elkaar leren kennen. En we voelen ons echt allemaal verbonden. En niemand die elkaar iets naars toewenst. Alleen maar goede dingen. En zo fijn. Echt, een goede groep, ja. Het is natuurlijk de moeder van de productie internationaal. Dat doet toch iets. Dat is iemand in ons vak die, zoals we allemaal, heel veel heeft meegemaakt. En dan zo'n grote ster. En ze is er nog. En dan met dit succes. Dus ja, dat is wel bijzonder. Ze was meteen ook heel aardig met iedereen praten. Vandaag was Whoopi Goldberg erbij. Wat doet dat met de cast? Ja, ik heb geen idee wat het met de kast doet, maar ik weet alleen dat ik in mijn broek pies. Ik zat alleen maar zo naar dat te kijken. Dus ja, dat is wel heel erg cool. Het is echt een cadeautje. Het is een cadeautje om te spelen. Ik ben ook echt heel blij dat ik de rol heb mogen spelen. En ja, ik geniet. Ik geniet echt. Leuk om een andere kant van je te laten zien. Ja, natte Harry. En dan toch wel doet hij het meisje binnen, hè? Precies. Ja. Wat is het leukste aan deze productie, aan dit personage, ook voor jou persoonlijk? Ja, voor de hele productie is het de energie. Je bent in een sneltrein. De show duurt ook heel kort voor ons gevoel. Dat is lekker. Het gaat maar door. En ja, aan mijn eigen rol is het leukste. Is het proces om te zoeken naar Natte Harry. Om te zoeken hoe zullig hij is, waar hij dat niet is. En dat was eigenlijk het leukste. En dan zo'n dag als vandaag zet je hem neer en dan hoop je dat mensen het leuk vinden. En ja, dan is het prachtig. Ik was een beetje bang in het begin, al die vrouwen bij elkaar. Maar dat is echt fantastisch. Zo fijne groep en iedereen steunt elkaar, iedereen is voor elkaar. Het is echt heel fijn. Ja, dus ik heb zin in het jaar ook. Met elkaar te spelen, ja. Voor jou een mooie kans om in deze productie te staan, denk ik. Hè? Ja, absoluut. Ik ben echt heel dolgelukkig. En weer in het Circus Theater, wat heel fijn is. En een hele mooie rol. Hele mooie songs en ja, echt geweldig. Draagt dat een beetje gemakkelijk, zo'n nonnenkleren? Jij bent de postulante, bij jou valt het nog mee, hè? Ik heb niet te klagen, maar die andere dames die hebben hele zware kostuums, zware... hele grote mouwen met glitters en die hoofdkapjes die zitten allemaal in hun hoofd te drukken. Dus nou ja, die moeten we afzien.